Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vanaf de Noordzee zien we een lange baan met bewolking zitten en die bewolking komt allemaal over ons land heen. De bewolking levert wat regen op, maar het is vaak behoorlijk licht. Lichte spetterbuitjes, tussendoor ook heel af en toe zon, maar de wolken en de buitjes die hebben de overhand. Vanochtend 13 à 15 graden, vanmiddag zo'n 16, plaatselijk 17 graden. Het aantal buien neemt vanmiddag wat af, maar helemaal droog is het zeker nog niet, dus hou de paraplu bij de hand. Wind uit de noordelijke richting, windkracht 3 tot windkracht 5, meeste wind uiteraard aan zee. Ook vanavond en komende nacht enkele buien, ook dan weer enkele opklaringen en temperaturen dalen na, uiteindelijk naar 12 tot 14 graden. Morgen is het weerbeeld wat positiever, zeker in de middag. In de ochtend kan er nog wel hier en daar een buitje vallen, maar in de middag breekt vanuit het noordoosten vaker de zon door. Temperatuur boekt dan ook een graadje winst, 17 naar 18 graden. Echt beter wordt het vanaf woensdag, dan krijgen we flinke zonnige periode en blijft het een paar dagen droog. Temperatuur kan ook weer omhoog, die loopt op tot rond 20 graden en dat is de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.